zeg je na zo'n zwarte avond? Ja, wat zeg je? Dramatisch natuurlijk. Ik denk dat we het aan onszelf te wijten hebben dat we niet door zijn. Hoe hard komt dit aan? Nou ja, heel hard. Iedereen wil Europees spelen. Zeker na vorig jaar. Dus ja, die wisseling is te groot, zeg maar, van finale naar voorronde eruit. Kan jij dat verklaren, waar dat ermee zit? Kan jij de vinger op leggen? Nou ja, uiteindelijk maken we te veel fouten. Waar de goals uitkomen, maar ook momenten waar we de wedstrijd in de slot kunnen gooien. En, ja, al met al heb je het dan aan jezelf te weten dat je niet doorgaat. Waar zit dan vanavond de crux? Is dat, zoals dat misschien wel lek, met name na die 2-1, dat jullie defensief wisselen. Speelde dat Rozenborg dan te veel in de kaart? Nou ja, weet ik niet. De goal kwam eigenlijk uit een count of een corner. Dus ja, ik weet niet of dat dan precies in de kaart speelt. Het lijkt me meer dat we daar scherp moeten zijn, dat we goed moeten dekken. Dat is het belangrijkste. Hoeveel zorgen baart het dat jullie op die manier doelpunten en uiteindelijk dus overwinningen blijven weggeven? Nou ja, dat baart zeker zorgen natuurlijk. Uiteindelijk worden fouten afgestraft en soms gebeurt dat niet. Maar Europees gezien gebeurt dat zeker en dat heb je ook gezien. Ik denk dat zij qua voetbal niet heel veel kansen gecreëerd hebben. Maar door fouten van ons, die altijd wel gebeuren in een wedstrijd. Maar sommige waren wel te makkelijk, denk ik, van ons. En die moeten we eruit halen, want anders wordt het heel lastig om dat allemaal om te draaien. Voor wat het nu misschien waard is dat jij nog een penalty moet hebben? Nou ja, ik voelde wel, ik wilde draaien en schieten, maar volgens mij werd ik wel vastgehouden. Maar uiteindelijk vond de scheidsrechter te weinig of geen penalty. Of was het moment niet daar dat hij het aandurfde. En, ik weet niet, ik heb het nog niet teruggezien. Ja, dan is het dus historie vanavond, maar op de verkeerde manier natuurlijk. Het gebeurde pas één keer eerder eigenlijk dat Ajax geen Europees hoofdtoernooi speelde. Is dat voor jou al ergens te rijmen, Ajax en geen Europees voetbal dus dit seizoen? Nou, het is de realiteit. Dus we zullen ons vol moeten focussen op de competitie, hoe zuur dat ook is. Maar het is wel realiteit. Hoe is het voor jou persoonlijk? Want ja, dit is natuurlijk niet wat je had voorgesteld bij je terugkeer. Nee, natuurlijk niet. Maar wat ik zei, we hebben het aan onszelf te wijten dat we niet door zijn. En, eerst al thuis in de arena. Maar hier hadden we het wel bijna gedraaid. Maar geef het ook te makkelijk weg. En dan verdien je het ook niet.